Wat de belangrijkste elementen van TikTok zijn, zijn kinderen, ritme, kleur, muziek en magie. Kinderen zijn niet bezig met hoe dat gemaakt is en zo, maar de eenvoud ervan. Die schaapjes waren wel echt heel belangrijk, dus dat moest wel goed zijn. Die moesten kinderlijk genoeg zijn, maar ook realistisch genoeg. Ik heb heel veel testjes gedaan. Die vacht maak ik met de sliertjes viltwol, die je dan zo wat moet draaien en dan een lusje maken. En dan die met die naaldjes moet je dan vastprikken en dan heb je één bolletje en dan het volgende bolletje. Ze hebben dan laten zien wat wij mee bezig waren aan de originele makers. En die zeiden van, amai, maken jullie al die schaapjes zelf of wat? We hebben die gewoon gekocht. Dus dat was wel... Het leuke van die ambacht is de manier hoe dat beweegt. Dus als iemand wandelt, dan is dat veel leuker om naar te kijken als kind als iemand die gewoon doorwandelt. Dus, en dat is wat dat stop motion doet, dat is net die bewegingen iets leuker maken. De rol van de deuntjes bij TikTok is gewoon zo van, zet een deuntje op in je huiskamer en je weet dat er kinderen zijn, die komen onmiddellijk kijken. Maar het typische van de TikTok muziek is dat het eenvoudige deuntjes lijken. Zo moet het bijna door de kinderen zelf gespeeld kunnen zijn. Dat is een beetje het idee dat erachter schuilt. Ik vind dat de muziek van TikTok niet perfect mag zijn, zoals dat we alles willen echt maken. Ik wil horen dat je echt instrumenten hoort. Dat begint bij de evidente dingen, xylofoontjes en dat soort dingen. Maar we hebben onder andere ook zelf 3D-print instrumenten gebruikt. Dus een 3D-printen ocarina ligt hier ergens. Voilà. En dan zou je denken van, oei oei, dat is plastiek en uit een 3D-printer, dat kan niet goed klinken. Maar dan blijkt dat toch wel heel goed te klinken. Als ik even mag, dan moet je. Ik bedoel, dat klinkt allemaal heel warm en zo net niet goed, wat dat perfect is voor TikTok eigenlijk. En actie. Het is een streefdoel om de oude TikTok toch op zijn minst te evenaren. En het is zeker ook een inspiratie. Allee, hoe dan ook. De bedoeling is niet om iets helemaal nieuw te maken, maar om dat te laten voortleven. Ik denk dat we wel in geslaagd zijn. Dat we de ziel en het vertelsysteem, de thema's, behouden hebben. Maar hier en daar wel een keer een ander, een eigen tijdsere evolutie aangegeven hebben. Zo van. Bekijk het een beetje als, je hebt een muziekschin en dan heb je een DJ. En een DJ heeft er iets anders mee gemaakt, maar hij herkent het muziek zijn er perfect in.